Met de paasdagen voor de deur halen veel mensen vandaag de laatste boodschappen in huis. Maar dat is best een uitdaging als je je moet houden aan een 1,5 meter afstand. Dat merken ze ook bij een grote supermarkt in Assen. Ik probeer wel zoveel mogelijk op de rustige tijdstippen en de rustige dagen de deur uit te gaan, laat ik zo zeggen. Ja, maar dat lukt eigenlijk dit weekend niet zo, denk ik. Nou ja, als we deze boodschappen binnen hebben, zijn we in principe klaar. Dus dan is de achtertuin weer, zeg maar, gelukkig. Deze supermarkt in de wijk Pelo hanteert een deurbeleid. Iedereen is verplicht om een winkelwagen te gebruiken. In onze winkel mogen wij 116 winkelwagens hebben. Volgens de regels. Alleen wij gebruiken op dit moment 70-80 om zo de drukte te doseren. Toch is het volgens klanten nogal vol in de winkel. Het is nogal druk. Het is best wel moeilijk om afstand te houden. Maar gelukkig staan er van die mooie strepen die je eraan helpen herinneren. Ik ben een beetje laat. Normaal ben ik ook eerder. Goed. Ik probeer het. Om de paasdrukte in de winkel te spreiden hebben veel gemeenten de winkeltijden verruimd. De Assen supermarkt zal zondag al om 9 uur 's ochtends al open mogen, maar dat doen ze niet. Ja, wij vinden de tijden die we nu hanteren vinden wij ruim genoeg. En op zondag, ons personeel heeft ook wel eens een beetje rust nodig. En dat vinden wij ook wel belangrijk. En daarom hebben wij gekozen om zondag ook gewoon om 12 uur open te gaan in plaats van, en niet om 9 uur. Voor het eerst in alle jaren met Pasen zijn nu niet de eieren uitverkocht, maar de desinfectiemiddelen. Mensen desinfecteren hun handen heel veel, dus ja, dat is de handzeep en de desinfectiemiddel wordt op dit moment heel veel verkocht. Dat is wel anders dan andere jaren? Heel anders dan andere jaren, ja, klopt.